30 minutes en het is vandaag 23 maart 2019. De aankondiging moet even uit de losse vuist. This bulletin will be in part in English, but also for a large part in Dutch. Deels Engels dus, maar ook een groot stukje in het Nederlands. Ik begin straks met het RSGB bulletin, zoals iedere week, en dat is in het Engels. Vervolgens is er het satellietnieuws, zoals panel DLO, dat afgelopen zondag oplas. En als het lukt, maar ik denk wel dat het lukt, dan hebben we ook het VRZA bulletin van vandaag in tekstvorm. En dat zit in het datagedeelte van de uitzending in de vorm van 8 PSK1000 bij 1500 hertz. 8 PSK1000 bij 1500 hertz. En dat schakelt automatisch en 8 PSK is lekker snel, want die hele lap tekst die gaat er 47 seconden uit. Zoals gezegd, het schakelt automatisch. Verder heb ik een opname gemaakt, dat is de reden dat de uitzending wat later begint, van, tenminste als het allemaal gelukt is, van de zender van WINB in Red Lion, heet die plaats, in Pennsylvania, waar de Slow Scan Radio zo pas om 6:30 ook is uitgezonden. Ik heb geen idee hoe dat gelukt is, ik heb al gehoord dat de data doorkwam, dus ik ga ervan uit dat er in elk geval een stuk van te decoderen is. Maar ik ben erg benieuwd. En dat zit dus als laatste in deze Daily Minutes uitzending. CQ, CQ, CQ. Calling all radio amateurs and shortwave listeners. This is GB2RS, the news broadcasting service of the Radio Society of Great Britain. It's read to you by G4NJH in Nottingham. You can find the text of the bulletin on the RSGB's own website and the podcast at gb2rs.podbean.com. Good morning, this is GB2RS News. It's Sunday the 24th of March 2019. Here are the main news headlines. Australians set new microwave records. Bouvet Island, the expedition now en route. Smithsonian Institution, call sign revived. The Wireless Institute of Australia, the WIA, reports that new records have been set on the 47 gigs and 122 gigs bands. Operating 47 gigs mobile, David, VK5KK, and Wayne, VK5APN, set a new record of 20.8 kilometres on the 11th of March. At 122 gigahertz, Matt, VK2DAG, and David, VK2JDS, set a new VK2 state record of 100 metres. Although this is some way short of the world record, the 122 gigs band is fiendishly difficult and has serious attenuation challenges due to an atmospheric oxygen resonance. The much-anticipated 3Y0 Bouvet Islandy expedition is presently at sea en route to its destination. They set sail from Cape Town on the 19th on board the MV Atlantic Tuna. All being well, the team expects to land at the remote Antarctic island around Tuesday the 26th of March and hopes to be on the air before the end of the month. Meanwhile, en route, they plan to operate as E51DOM, stroke maritime mobile. Historic American call sign NN3SI is being reactivated under the aegis of the Smithsonian Institution Amateur Radio Group. Although presently lacking a permanent station location and unable yet to support guest operation, the group's president, John Weiss, N4NPG, told ARRL, "This is the start to amateur radio slowly coming back at the Smithsonian. We expect to begin operating holiday style starting in April." The deadline for applications to become a team member or the team leader for IOTA, Bulgaria, 2019 has been extended to the 14th of April. Full details on the RSGB website. News now of new videos from the RSGB, two new videos from the 2018 RSGB convention are now available to members on the RSGB website. These are LF Forum, run by Dave Pick, G3YXM, and David Bowman, G0MRF, and the Dwingaloo story by Dick Harms, PA2DW. RSGB members can find these new releases and many other recordings on the RSGB's site. As part of the same move, two more videos from the 2018 RSGB convention are available on the RSGB YouTube channel.
First, Jim Bacon, G3YLA, revisits his specialist subject, Sporadic E. Second is the Untold IOTA story, an announcement of the new IOTA groups by Roger Bellister, G3KMA. These and many more can be found on the RSGB's website. RSGB members are reminded that every vote counts in the online polls ahead of the 2019 AGM. Members will find the resolutions and other details in the April issue of Radcom and on the RSGB's website. The AGM takes place on the 27th of April in Birmingham. Regrettably, the Train the Trainer courses planned for the 30th of March in Cambridgeshire has had to be cancelled. The organisers apologise for any inconvenience. Finally, a reminder of the start of British summertime next weekend. The clocks go forward 1 hour at 1 a.m. on Sunday the 31st of March, jumping to 2 a.m. Consequently, clocks set to BST will read 1 hour ahead of UTC times. Now for details of rallies and events in the coming week. Today, the 24th, the Hamzilla Radio Fest and Electronics Fair, hosted by Dover Amateur Radio Club, takes place, located at the Discovery Science Park Gateway House, Ramsgate Road, Sandwich in Kent, CT13 9FF. Doors are open from 10 a.m. to 4 p.m. There'll be a bring and buy lectures, RSGB bookstall, special interest groups and trade stands. Catering is available on site. Contact Aaron M0IER on 07714 654 267. The Kellington Radio Rally also takes place at Kellington Town Hall in Cornwall, PL177BD. Doors open at 10 a.m. to 1 p.m. Admittance £2. There'll be a bring and buy and trade stands, catering available on site, and there's ample free parking in the adjacent car park. The rally is organised jointly by the Devon and Cornwall Repeater Group and Kellington ARS. More information from Roger, 20RPH, on 07854 088 882. Finally, for today, the 24th, Causeway Coast Glens ARC Radio Rally takes place at Bushmills Community Centre, 14 Dunluce Road, Bushmills, County Antrim, BT578QG. Doors open 11 a.m. Admittance £3. More details from Stephen with the PH, Stephen figures 769 at talktalk.net. Next Sunday, the 31st, the first British Amateur Television Club Regional Convention takes place in Bristol. It's hosted by North Bristol ARC at the SHE7 building, Braemar Crescent, Filton in Bristol, BS80TD. Doors open 10 a.m. to 4 p.m. There'll be a full day of talks and demonstrations with a test bench available for visitors' projects. Further details on the BATC website or from Sean, G8VPG, on 01225873098. Also next Sunday, the Pencoed Radio Club tabletop sale takes place from 9:30 a.m. at Pencoed Rugby Club, the Verlands, Philindra Road, Pencoed, CF35 5PB. Refreshments available on site. Details from Madeline Roberts, 07738 375 775. To get your event into Radcom, onto GB2RS or on the RSGB website, please send details as early as possible to radcom@rsgb.org.uk. We need to know about 4 months in advance, though, for Radcom. And now the DX News from 425 DX News and other sources. The Robinson Crusoe Island D-Expedition XR0ZRC on the Juan Fernandez Island, IOTA SA005, reports that their log uploads are being hampered by a very poor internet connection. The Russian Robinson Club also says they're suffering with S9 noise on the lower frequencies and may have to relocate the entire low-band operation. Casimir, DL2SBY, will be active as 6 Yankee 5KB from Jamaica, IOTA NA097, from the 28th of March to the 10th of April. He plans to operate CWSSB FT8 and possibly RITI on 80 to 6 metres. QSL via logbook of the world or direct only to home call. He no longer uses the bureau. A team from ARI Modena will be active as IG9MO from Lampedusa Island, AF019, from the 28th of March to the 2nd of April. They'll be operating SSB, CW and digital on the HF bands and will participate
in the CQ Worldwide WPX SSB contest, QSL via IK4ALM. Jacek SP5APW will be active as XV9JK from Thu Island, AS157 in Vietnam from the 10th to the 16th of March. He'll be operating mainly SSB 17 and 20 metres. In case of bad propagation, he'll operate FT8 on 40 and 30 metres. He might be QRV as XV9JK portable from mainland Vietnam between the 6th and 8th of March, QSL via Club Logs OQRS or via home call. Dagmar DM7PQ stroke E51NPQ and Rainer DL1AUZ stroke E51AUZ will be active from Rarotonga, which is OC013 in the South Cooks. They will work holiday style from the 9th to the 11th of March and again between the 2nd and 11th of April. They'll also be on the air from Manihiki, which is OC014, between the 13th and 25th of March, and from Aitutaki, OC083, between the 27th and the 31st of March, operating CW only. Now, special event news. From the 25th of March to the 1st of April, David G4YVM will be running GB5EEE, Europe, 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 operating from Salisbury. He'll be mostly using CW. This is one of several special event stations planned to be on the air around the 29th of March to mark the intended date of Britain's withdrawal from the European Union from a historical rather than political viewpoint. Other call signs include GB3XEU on the 6 metre and 4 metre SSB and JT Data, GB4QEU on HF SSB, GB2BRX on HF and GB1UK on VHF FM and SSB. Please send special event details to radcom@rsgb.org.uk as early as possible for free publicity on GB2RS, Radcom and online. Remember that UK stations with special event call signs must be open to the public, so our free publicity can help your efforts become more widely known. Now for the contest news. UK EI Contest Club DXCW Contest ends its 24-hour run at 1200 UTC today, the 24th. CW only on the 3.5 to 28 megs bands, contest bands. The exchange is signal report serial number and district code. Tuesday, the 432 megs FM activity contest runs from 1900 to 2000 UTC using FM only. It's immediately followed by the all-mode 432 megs UK activity contest from 2000 to 2230 UTC. The exchange for both contests is signal report serial number and locator. Tuesday also sees the SHF UKAC running from 1930 to 2330 UTC using all modes on the 2.3 to 10 gigs bands. The report is signal report serial number and locator. On Wednesday, it's the UK EICC 80 meter contest from 2000 to 2100 UTC using CW only on 3.5 megs bands. The exchange is your four-character locator. The 80-meter club championships take place on Thursday, running 2000 to 2130 UTC, SSB only, 3.5 megs band, signal report, serial number form the exchange. Next weekend, the CQ Worldwide WPX SSB contest, starting 0000 UTC on Saturday and ending at 2359 UTC on Sunday. SSB only event uses all the contest bands, 1.8 to 28 megs, the exchange's signal report and serial number. Now for radio propagation report compiled by G0KYAG3YLA and G4BAO. The sun burst into life, says, this week with two new sunspots and solar flares aplenty. But before you get too excited, the spots are from the outgoing solar cycle 24. Sunspot 2736 erupted on Wednesday with a C4 class solar flare. The Earth-directed explosion sent ionization rippling through Earth's upper atmosphere and caused a Dellinger fade-out over parts of Europe and Africa.
A Dellinger fade-out, or sudden ionospheric disturbance, an SID, is an abnormally high ionization or plasma density in the D region of the ionosphere. The SID results in a sudden increase in radio wave absorption that is most severe in the upper medium frequency and lower high frequency ranges. The explosion also hurled a coronal mass ejection, a CME, into space, which might deliver a glancing blow to the Earth's magnetic field. Although the bulk of the CME was not earthbound, be prepared for increased KP indices and or aurora on or around Saturday the 23rd. Meanwhile, tiny sunspot 2735 also appeared, helping to push the solar flux index to 77. Conditions were mixed this week, with Tuesday being dreadful and Wednesday being fair. Dean Pesnell, project scientist of the Solar Dynamics Observatory, said this week that solar minimum is now likely to be sometime in 2020. He didn't want to be drawn on exactly when. He added that the indications are that solar cycle 25 will be similar to 24, so we're not heading for a Maunder minimum. Next week, NOAA has the solar flux index at 69, but the K index is predicted to hit 5 between March the 26th and 29th. Conditions should then be more settled for the weekend. Now for VHF and up, it's good tropo theme again, with at least one model keeping the large area of high pressure over the country for most of the coming week. However, being centred over the country, the inversion will probably be at low height, say around 1 kilometre or less, and there'll be drier air near the surface, so look for overnight lifts, especially if there's any fog. Another model is less enthusiastic at the end of the week, allowing low pressure to the north of Britain to bring a cold front south. This would produce rather windy weather and bring tropo to an end. This cold front could be quite active with heavy rain along it, so perhaps an opportunity for some microwave rain scatter. The moon is heading to apogee a week today, and declination is negative and falling all week. The coming week will therefore see shortening moon windows, low moon elevations, and increasing losses for EM ears. The moon up is in the early hours in Europe. With still a month to go until the Lyrids meteor shower, we have to rely on random meteors around dawn for the best chance of meteor scatter DX. And remember that if the weather fails to produce propagation, there's always aircraft reflection to fall back on for VHF DX, especially in the lower gigahertz band. Just Google aircraft scatter to learn about this fascinating mode. And that's it from the propagation team this week, and that's all from me also until next week. De nieuwtjes van deze week. En dan beginnen we weer even met het bulletin van Amsterdam, want die hebben er weer een heleboel te melden. Onder andere dat ze bezig zijn met voorbereidingen voor de Datenhamvention in mei. En daar kunnen ze weer een heleboel vrijwilligers bij gebruiken. Vorig jaar waren er wel 40. En ze hopen dat dit jaar weer een heleboel vrijwilligers te vinden die mee kunnen helpen om het een succes te maken. Dus mocht je in de buurt zijn, dan kun je meedoen. Nou, vorige week al over gehad dat Ares dus een grote veiling gaat houden om wat geld binnen te halen voor de ARES-projecten. En die zijn echt nodig, want ze zijn dus wat apparatuur nu echt aan het bouwen die dan uiteindelijk naar het ISS moeten worden gestuurd. Dus ja, dat kost allemaal veel geld, want dat moet allemaal iets mooier en degelijker dan de gemiddelde amateurprojectjes. Dus dat kost wat. En zeker ook omdat ze het in meervoud moeten afleveren. Wel 10 stuks in plaats van 1. Nou, dus veiling van een Kenwood TS-890S. En een beperkte editie van het RRL handboek voor radiocommunicatie in 6 delen. En allemaal met handtekeningen van astronauten erop. Dus er zijn unieke dingen waar je op kunt gaan bieden en tijdens de veiling, die begint op 8 april om 14 uur onze tijd en die eindigt op 14 april s'avonds om middernacht. En ja, mocht je dus iets willen met die dingen, dan kun je in die periode dus ook meedoen
met biedingen. Amstad, dit jaar natuurlijk feest vanwege het 50-jarig bestaan. En daar hebben ze allerlei certificaten, awards, allerlei dingen voor bedacht. Het Oscar Satellite Communications Achievement Award is beschikbaar nog. De eerste 20 zijn uitgereikt. Maar dat is vrij uniek. Op speciaal papier enzovoorts. Nou, er zijn er nog 9 beschikbaar. Dus als je nog zo'n ding wil bemachtigen, dan zou je dus snel mee moeten gaan doen met die actie. Nou, verder. Vanuit China een competitie bekendgemaakt. Lilaxat Oscar 90. Die zal namelijk binnenkort gaan verbranden in de atmosfeer. En dat is een best wel succesvolle satelliet geweest. Ze willen daar toch even nog een speciale actie omheen hebben de laatste weken. Een competitie, een contest om iedereen nog even te stimuleren, de satelliet nog even te gebruiken en ook nog wat telemetrie op te pikken. Die contest is gisteren begonnen en die loopt tot het moment dat de satelliet verbrandt in de atmosfeer. En volgens huidige schattingen zal dat zijn aan het eind van de maand. Zo'n beetje 31 maart, plus of min een paar dagen. En tot die tijd kun je meedoen met die competitie in 2 groepen. De ene is de telemetriegroep, de andere de communicatiegroep. In de telemetriegroep, heel simpel, zoveel mogelijk telemetriepackets proberen op te pikken van Oscar 90 en die door te sturen naar de Chinese server. En dan de communicatiegroep, moet je proberen zoveel mogelijk tweewegverbindingen te maken via de satelliet en zoveel mogelijk QTH-locator vakken. En het totaal telt dan als het aantal verbindingen maal het aantal vakken. Dus daar kun je dan punten mee scoren en dan kun je daar misschien prijzen mee winnen of in ieder geval een certificaat. En verder, de amateur die erin slaagt om het allerlaatste packet van de telemetrie te ontvangen en door te sturen, die krijgt een speciaal cadeau. En amateurs die mobiel of portabel bezig zijn geweest, die krijgen een speciale sticker op het certificaat om dat te laten zien. Nou, dus vanaf nu tot het eind van de maand, of in ieder geval tot het moment dat de satelliet verbrandt, kun je meedoen met die competitie. Intussen kun je de satelliet vast gaan monitoren op de downlink 435. Het gaat om een FM communicatie, hè? Dus FM uplink 145.985 en de downlink 436.510 digitale spraak met codec 2. Dus je moet daar even de juiste spullen voor hebben, maar dat werkt best goed. FM uplink op 2, digitale spraak downlink op 70. En verder zendt hij nog foto's uit en dat soort dingen, maar dat is een ander verhaal. Nou, de ARRL is volop bezig om in de educatieve hoek het een en ander te doen. Ze hebben programma's voor het opleiden van leraren van scholen op het gebied van techniek en dan vooral natuurlijk radiotechniek. Ze hadden eerder al een Teachers Institute voor leraren, TI1. En nu start TI2. Een vervolgcursus, ook weer een week lang bij de ARRL onder de pannen als leraar. Maar je moet dan wel de eerste cursus gehad hebben en intussen ook echt een zendamateur zijn. Een echte machtiging hebben en dan kun je als leraar meedoen. Om wat diepzinniger in te gaan op allerlei
radiotechniek en vooral ook gekoppeld aan amateursatellieten en zo. Dus die pakken dat groots aan. Ja, intussen lopen de voorbereidingen voor de Wereldradioconferentie van dit jaar, 2019. En er zitten allerlei voorstellen bij natuurlijk voor het gebruik van stukken van de frequentieruimte, frequentiespectrum. En daarbij gaat onder andere de discussie over het stuk 45,5 tot 47 gigahertz. En ook 47 tot 47,2 gigahertz. En in Amerika is de FCC daarmee bezig om daar voorstellen voor op papier te zetten. Maar ze vragen om input van betrokken partijen die daar wat ideeën over hebben. Nou, verschillende partijen, inclusief Amstrad, die laten intussen weten dat ze hopen dat er geen veranderingen in de huidige toewijzingen komen. Want dat kan problemen geven. Het idee is namelijk dat in dat lagere deel, dus 45,5 tot 47 gigahertz, mobiele satellietdienst komt, een radionavigatiedienst en de radionavigatiesatellietdienst. En het stuk 47 tot 47,2 is nu al toegewezen aan amateur en amateursatellietdienst. En als daar veranderingen in komen, dan kan dat problemen geven, omdat die misschien niet compatibel zijn, dus dat die dan elkaar gaan storen. Als daar iets aan gewijzigd moet worden, dan zou dat eerst eens uitgezocht moeten worden of er onderlinge storing kan gaan ontstaan. Maar dat onderzoek is nog niet uitgevoerd. En daarom zeggen alle partijen van, nou, ga nou even nog niks veranderen, want je weet nooit wat dat voor problemen geeft. Dus laat het gewoon even zoals het nu is. Nou, afwachten. Binnenkort zal de FCC wel beslissen wat ze ermee gaan doen. Dan Amstrad DL, die hebben een tijdje terug een up-converter en down-converter kit beschikbaar gemaakt voor Oscar 100. En nou blijken daar toch wat probleempjes in te zitten. Ze hebben daar modificaties voor. En de nieuwste kits die ze nu leveren, daar zit dat al in. Maar de oude kits die moeten nog gecorrigeerd worden. Dat kun je misschien zelf, zo niet, moet je even contact opnemen met Amstrad DL. Amstrad NA die maakt dus ook baanparameters beschikbaar. Intussen hebben ze dus weer toestemming om dat weer een jaar voor te zetten. En ook hebben ze weer de lijst een beetje opgeschoond. Een aantal objecten eruit gegooid waarvan intussen duidelijk is dat het geen amateursatellieten zijn. Of dat het wel satellieten zijn die op amateurfrequenties zitten, maar niet actief blijken te zijn. Die gewoon kapot zijn ofzo. Dus die worden nu verwijderd uit de lijst. Dus wordt het even weer wat overzichtelijker. GPS, daar is een raar probleempje, een soort jaar 2000 probleem zeg maar, omdat GPS niet alleen dus wordt gebruikt voor positie, maar ook voor de tijd. GPS-satellieten zenden dus ook hele nauwkeurige tijd, maar ook datum uit. En die datum gaat onder andere met een weeknummer. En dat weeknummer, dat hebben ze bedacht te coderen in 10 bits. Dat betekent dat er maar 1024 mogelijkheden zijn. Dus 0 tot en met 1023. Dat betekent dat eens in de zoveel tijd die 1024 wordt bereikt en de klok dus overschakelt weer op week 0. En dat gaat binnenkort gebeuren. Want de laatste keer dat dat gereset werd was op 1 augustus 1999. En de volgende keer is dus 6 april 2019. Dus binnenkort 6 april gaat de weekteller naar nul toe. Sommige GPS-ontvangers die hebben daar problemen mee. Die kunnen daar niet mee omgaan en die zullen dan dus een probleem gaan geven. En die zullen dan bijvoorbeeld een verkeerde datum aan gaan geven, zoals 6 januari 1980.
op een andere foute datum. Moderne GPS-ontvangers zullen er geen probleem mee hebben, maar je moet er dus op rekenen dat er eventueel iets misgaat met je datumaanduiding. Wat nog vervelender is, is ook dat de tijd een probleempje kan geven. Het is niet heel groot, maar er kunnen kleine afwijkingen in de tijd optreden die GPS afgeeft. Dus even in de gaten houden wat er gebeurt na 6 april. Verder zijn allerlei amateurs bezig te proberen afstandsrecords te breken via verschillende amateursatellieten. Ja, gezien de verschillende hoogte van elke satelliet is die maximaal te overbruggen afstand natuurlijk elke keer verschillend. Maar dan kun je per satelliet natuurlijk kijken wat de grootste afstand is die tot nu toe bereikt is. En dan wordt af en toe weer geclaimd dat er een grotere afstand is overbrugd. En dan is het record weer gebroken. Nou, dat is weer gebeurd met Falconsat 3 en met Oscar 92 bijvoorbeeld. Verder kijken. Diwata 2, de microsat van de Filipijnen, die is een tijdje geleden gelanceerd. Een vrij grote satelliet dus, geen CubeSat, maar wat groter. En Diwata 2, daar zit allerlei apparatuur in. Voor alle mogelijke toepassingen, maar er zit ook amateurspul in. En een FM-relais. En de satelliet is de laatste tijd volop getest. Hij wordt al gebruikt voor allerlei doeleinden, maar ook het amateurpakket wat erin zit zal waarschijnlijk binnenkort geactiveerd gaan worden. Er zijn allerlei geruchten op internet, officieel is het nog niet te zien, maar er wordt verwacht dat misschien vanaf zo'n beetje 29 maart het FM-relais beschikbaar zal zijn. Uplink op 70, downlink op 2 meter, 145.900. Nou ja, even afwachten, maar het kan zijn dus dat Diwata 2 binnenkort beschikbaar komt. Met zijn eigen eigenschappen, zeg maar. Je moet die openen met een PL-toon 141,3 hertz bijvoorbeeld. Nou, dat soort zaken. Dus even in de gaten houden. Verder zijn er wat publicaties die je kunt bekijken op internet. Bijvoorbeeld 73 magazine, een bekend blad. Alle oude nummers kun je via het internetarchief bereiken en downloaden en dan lezen. Ook de Britse groep voor aardobservatie, GEO, die hebben weer een nieuwe nieuwsletter uitgebracht voor maart. En ook die is gratis te downloaden, omdat dat sinds een tijdje geleden helemaal opengegooid is. Dus je hoeft geen lid meer te zijn. Het lidmaatschap is gratis. De publicaties zijn gratis. Kun je allemaal downloaden. Voor alles wat met aardobservatie te maken heeft. En in de meeste gevallen gaat het dan om weersatellieten. Voor alle documenten rond de IARU Region 1 meeting in Wenen kun je alles op internet vinden en downloaden. Verder, voor de Raspberry Pi liefhebbers is er weer een nieuw nummer van MagPi, nummer 79 van maart. Kun je ook gratis downloaden en lezen. En het volgende nummer wordt nog interessanter. Dat is nummer 80. Daar zitten artikelen in over amateurradio. Verder SAT-magazine, een algemeen blad over satellieten, af en toe ook over amateursatellieten. Ook dat kun je gratis downloaden. Ook het maartnummer is daarvoor beschikbaar. En verder het maartnummer van CQDATV kun je ook nu downloaden en bekijken. Verder de CubeSat Developers Workshop van 2019, die zal in Californië worden gehouden in april.
23 tot en met 25 april. Verder heeft NASA weer een lijst van 16 CubeSats bekendgemaakt die ze gratis zullen gaan lanceren. CubeSats van universiteiten en instituten. Maar bij die hele lijst is niks te vinden van satellieten die gecoördineerd zijn door de IARU. Dus het lijkt erop dat geen van die satellieten op amateurfrequenties actief zou mogen gaan worden. Maar ja, je weet nooit tegenwoordig. Dus die moeten we even de gaten houden. Het zou toch kunnen dat er wat signalen op amateurfrequenties gaan verschijnen. Bijvoorbeeld de 70 centimeter band. Maar dat moeten we dan maar zien na de lancering. Goed, verder is van de week weer Oscar 94 bij de maan actief geweest. Op de 15e en de 17e. Met weer uitzendingen van 2 uur lang. Met GMSK en JT4G op 70 centimeter. 435-4 en 436-4. Signalen waren weer keihard. En er zijn weer wat telemetrieblokken ontvangen over de hele wereld. Dus dat ging weer goed. Oscar 73. Er gebeuren wat vreemde dingen. De laatste tijd wordt er regelmatig gerapporteerd dat signalen die gerelieerd worden, niet op 1 frequentie verschijnen, maar op 2 frequenties in de doorlaatband. Gewoon een kopie van het signaal staat een stukje verderop. Ongeveer net zo sterk. En dat is een beetje vreemd natuurlijk. Dus dat wordt nu onderzocht wat daar aan mij aan de hand is. ARIS-verbindingen, er is er een gepland met Canada. Een school in Calgary, maar die gaat via een telebridge in Italië. Dus die kunnen wij meeluisteren. IK1SLD, die zal dat relayeren komende woensdag de 20e om 21:16 onze tijd. Woensdagavond de 20e. Dus die kunnen wij meeluisteren. Er zal ook een live webstream beschikbaar zijn. Ariotti.com, daar kun je het zaakje ook via internet live volgen. Ja, verder, Oscar 73 is dit hele weekend weer fulltime in amateurmode verschenen. Andere satellieten doen allemaal zo'n beetje wat ze horen te doen. Falcon Z3 dus actief, Oscar 7 normaal mode B. Behalve als die overbelast wordt, dan schiet hij naar mode A. Oscar 92 vandaag weer in mode LV, de rest van de week in mode UV. Oscar 11 was weer actief van de week, sinds de 14e. Oscar 29 doet het prima, de XW2 satellieten ook. Kans 4 A en B, Oscar 50, ja, Oscar 73 het dus alleen in het weekend. Oscar 86 operationeel, 88 ook, 91 ook, 97, ja, het is alleen nog telemetrie met nu ook weer foto's daarin, binaire plaatjes, heel mooi, kun je allemaal downloaden via de normale telemetrie ontvangst. En Oscar 84, DigiPeter actief. En natuurlijk ook Oscar 100, de geostationaire satelliet met aan de ene kant het smalle relais met SSB, CW en een heleboel andere smalbandmodus. En aan de andere kant het 8 MHz brede relaisstation voor met name digitale ATV. Overigens zijn plannen, of althans voorstellen, voor het eventueel opzetten van een grondstation dat via internet mogelijkheden gaat bieden om verbindingen te maken met die satelliet voor amateurs die buiten bereik zitten, bijvoorbeeld in Amerika. Want die kunnen de satelliet natuurlijk niet aan. Dus die zouden dan via een
internetverbinding ergens naar een grondstation kunnen en dan ook mee kunnen doen met verbindingen via die satelliet. Nou, enorme discussie natuurlijk, want de meeste amateurs zijn daar natuurlijk helemaal tegen, want dat heeft niks meer met amateurradio te maken als je daar internet zo bij gaat betrekken. OnSatDL, ja, een mede-eigenaar van het spul, die heeft al laten weten dat ze dat beslist niet willen gaan doen. Die zijn daar helemaal tegen. Natuurlijk, ontvangst en doorgeven via internet, dat is geen probleem. Dat gebeurt ook al. Er zijn een paar web-SDR's die smalbandrelais-verbindingen allemaal zichtbaar maken en hoorbaar op internet. Dat gaat allemaal prima. Soms zijn er ook amateurs die de digitale ATV-signalen relayeren naar internet. Allemaal leuk, maar om andere stations via internet toegang te geven tot de uplink, dat wordt gezien als een helemaal foute ontwikkeling over het algemeen. Dus daar, dat zal niet gauw gaan gebeuren, denk ik. Verder. Nog een TX-mogelijkheid binnenkort in april. Een Spaanse amateur, EA4NF, die zal dan naar Liechtenstein gaan. Natuurlijk niet zo vaak actief. Dat is HB0, Liechtenstein, 17 tot het 19 april. Dus voor de liefhebbers even in de gaten houden. En dan Space Station. Ja, van de week weer een nieuwe bemanning naar boven gegaan. Met z'n drieën. En twee daarvan die waren al eerder gelanceerd naar het Space Station, maar dat mislukte toen. De lancering ging fout en ze moesten een noodlanding maken, maar nu hebben ze een herkansing gekregen en nu ging het helemaal vlekkeloos. Dus een paar dagen geleden lancering, wanneer was het, de 14e, naar het ISS. In minder dan 6 uur tijd waren ze boven aangekoppeld en alles verliep vlekkeloos. Dus nu zijn ze weer met z'n zessen. Normaal blijft zo'n bemanning ongeveer een half jaar boven, maar in dit geval maken ze een uitzondering. En ze hebben al besloten dat Christina Koch, die nu naar boven is gegaan, voor haar eerste vlucht overigens, dat die een half jaartje langer blijft. Dus die komt pas een week voor Kerstmis terug. Of een aantal maanden langer in ieder geval. Dus die komt pas later terug. En dat komt omdat ze een ruimtetoerist de kans willen geven naar het ISS te gaan. Dat is een toerist, zeg maar, uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hazza Al-Mansouri. En die zal op 25 september naar boven gaan, maar die kan dan niet zo lang blijven. Die moet dan begin oktober, 3 oktober, weer naar beneden. En dan gaat hij terugkomen met de twee astronauten die nu ook net gelanceerd zijn, of Chinin en Heik. Dat betekent dat Christina niet mee kan. Dus die moet dan wat langer blijven. Nou, dat zal ze niet erg vinden. Maar die komt dus pas in december terug. Samen met een paar andere astronauten. Nou, er zijn nog op meer vreemde vluchten gepland later. Maar goed, dat zullen we nog zien. Verder worden voorbereidingen getroffen voor een paar ruimtewandelingen. Op 22 maart, de 29e weer en 8 april moeten ruimtewandelingen worden uitgevoerd. En bij een van die ruimtewandelingen is weer een historische first, want dan zullen Anne McLean en Christina Koch samen een ruimtewandeling uit gaan voeren. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat je twee vrouwelijke astronauten in een ruimtewandeling bezig ziet. Dat is nog nooit eerder vertoond. Maar goed, verder al activiteiten zoals gebruikelijk, zeg maar, met wetenschappelijke activiteiten enzovoort. Lanceringen verder geen al te bijzondere zaken geweest. En ook in maart verder niet echt iets bijzonders te verwachten. Pas in april wordt het weer leuk met
lanceringen met een heleboel CubeSats en twee lanceringen op 1 april en 17 april. En daar zitten er ongetwijfeld een hoop bij die weer op amateurfrequenties actief zullen worden. Maar dat zien we dan tegen die tijd wel. En ook komen natuurlijk nog lanceringen met nieuwe commerciële bemande ruimtevluchten naar het ISS later. Na de succesvolle vlucht van een Crew Dragon van SpaceX zal ook Boeing een eerste testvlucht gaan uitvoeren in april. Maar dat gaan we allemaal nog zien. En ja, dat is het zo'n beetje. Dan nog even als laatste. Komende woensdag de 20e maart zal de lente beginnen om 22:58 s'avonds, 11:02. Komende woensdag, dus dat kun je vast op voorbereiden. Hai. Goed, dat is het even. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 22:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl.
Yeah.
En microfoon naar retour.